Thierry Smits groeide op als mijnwerkerszoon in Beringen en is nu choreograaf en danser bij de internationale compagnie Thor. Mijn grootvader was hier blijkbaar een pionier toen de mijnen in Limburg werden geopend. Zijn twee zonen zijn achteraf ook mijnwerker geworden. Ik als kleine jongen ging op school in het dorp hiernaast, Beverlo. Ik was een kind dat veel bewoog en in die tijd was er een dansacademie. En ik ben dus begonnen te dansen toen ik 8 jaar was. Ik was enige jongen tussen een 20-tal meisjes. Pas toen hij 17 was, bracht hij met zijn vader een eerste bezoek aan de mijn. Hij was onder de indruk van de architectuur daar beneden. En wat mij opviel was de warmte. En dan had ik zoiets van chapeau, wauw. Dus dat was die bizarre link tussen mijn vader die iedere ochtend naar zijn zwaar labeur ging en ik die 2 keer per week dansles nam. Voor mijn vader was het uitgesloten dat een van zijn 2 zonen in de mijn zou gaan werken. Hij rekende er echt op dat er hogere studies gedaan zouden worden. Dat was trouwens een beetje een gevecht zo in het huis, want ik weet dat dat voor hem een grote frustratie was. Ja, dat ik er uiteindelijk voor koos om een kunstrichting te doen. Als men boven op de terriel staat, en ik doe dat dus heel dikwijls, ja, dat is ergens nog een stukje van mijn jeugdige speelruimte gebleven als ik hier 's weekends terugkom. Je hebt geen smartphone op jou, je hebt geen Facebook, je hebt niks. En je staat hier alleen. Dat is dan nog een heel klein momentje van vrijheid eigenlijk. Thierry Smits, passie voor dans.